Wat is toeval? Toeval is een samenloop van omstandigheden. Stel je voor, er is een man die pech heeft met zijn auto en langs de kant van de weg staat. En hij begint langs de weg te lopen op zoek naar een benzinestation. En hij passeert een telefooncel. En ineens begint die telefoon te rinkelen. En hij loopt er naartoe en hij pakt op. En het is zijn vrouw. En die vraagt aan hem of hij een aantal dingen van de winkel moet meenemen. En hij zegt van, ja, maar hoe komt dat? Hoe heb jij dit nummer? Hoe komt het dat je mij hier belt? Hè? Wat een ongelooflijk toeval. Of er is een jongen en een meisje en die zijn verliefd op elkaar. En die zitten samen romantisch in het park, 's avonds, op een bankje. En ze kijken naar de sterren. En ze zijn aan het praten over de toekomst en over hun liefde. En net op dat moment, terwijl ze allebei naar boven kijken en van, hè, zouden wij voortbestemd zijn voor elkaar, valt er een vallende ster. En zij zien dat als een soort bevestiging van hun relatie. Van, oh ja, het universum, de kosmos, is het eens met onze relatie? Of dit is de bedoeling. Het is heel logisch dat we dat gevoel hebben. En heel veel mensen hebben dat gevoel als er zoiets gebeurt, dat je denkt van, ja, dat kan toch geen toeval zijn. Het lijkt wel alsof er een bedoeling achter zit, hè? Alsof er iets hogers is dat voor deze ervaring zorgt. Wel, jongens en meisjes, dat is eigenlijk niet waar. Het leven is eigenlijk zinloos. Hè? Het hele universum is ontzettend uitgebreid. Er zijn ontzettend veel ervaringen op deze planeet de hele dag. Hè, dus 7 miljard mensen dagelijks hebben. En dus dat is zoveel dat er natuurlijk ergens wel ook zoiets vreemds gebeurt. Hè. Er vallen namelijk heel veel vallende sterren, hè, om de 10 minuten. Alleen jij bent daar zelden echt mee bezig, waardoor je ze heel vaak niet ziet. En dus die jongen en dat meisje op dat bankje, die hebben net toevallig op dat moment zien ze die vallende ster. Maar er vallen ook daarnaast, als zij niet aan het kijken zijn, ook veel vallende sterren. En er zitten ook heel veel mensen op bankjes op het moment dat er geen vallende sterren zijn. Dus alles gebeurt eigenlijk. En dus is het best wel logisch dat er af en toe zoiets vreemds gebeurt. Hè? Ik bedoel, het zou nog veel vreemder zijn moest er nooit dat soort van toevalligheden gebeuren. Hè? Dus het leven is eigenlijk vrij zinloos. Hè? En wat er gebeurt is dat wij met onze hersenen patronen zien, hè? En doelgericht gaan denken. Maar eigenlijk is er niet echt een plan of een doel. Hè? Het universum is eigenlijk chaos. Mensen hebben twee houdingen ten opzichte van toeval. Ofwel zien we het als iets positiefs, als een verrassing, iets leuks, spannend. Toeval als kans. Maar datzelfde toeval kan je ook ervaren als stress en onzekerheid en het feit dat je dingen niet weet over de toekomst. Mensen hebben vaak meer het tweede gevoel dan het eerste. We zien of voelen vaak die risico's meer dan de kansen. Hoe zou dat komen? Waarschijnlijk komt dit door evolutie. Angst is een interessant signaal. Het behoedt ons voor gevaar. Stel je voor, vroeger op de steppen van Afrika waren er dieren. En die dieren die probeerden te overleven. En je zit in het riet
en je hoort gekraak. En dan zijn er twee verschillende reacties. Ofwel ben je bang en je rent weg, omdat er misschien wel eens een leeuw aankomt. Of je bent niet bang, maar nieuwsgierig en je gaat kijken wat dat gekraak in die struiken is. De eerste reactie is veiliger. De dieren die dat gedaan hebben, die weggerend zijn, die hebben meer kans gehad om te overleven. Want stel dat het wel een leeuw is in het riet. Daarom dat diegene die je laten wegrennen als je iets hongert, beter zijn. En daarom dat wij nu angst en voorzichtigheid meer in ons hebben dan nieuwsgierigheid. Maar het is natuurlijk dubbel. Want die nieuwsgierigheid is ook belangrijk. Stel je voor dat je als diertje alleen maar bang bent en alles als risico ziet en dus nooit uit je nestje komt, ja, dan vind je ook geen eten en dan krijg je ook inderdaad geen nieuwe kansen. En dus zowel die angst, dat wegrennen, als nieuwsgierig zijn en nieuwe kansen zien en die benutten, is eigenlijk allebei belangrijk. En dus is er een soort evenwicht in de natuur. En daarom hebben wij vandaag een dubbel gevoel. Als er iets gebeurt, dan zien we daar zowel het risico van en zijn we bang. Maar we hebben toch ook wel het idee dat het een kans is. En we zijn ook wel nieuwsgierig en we gaan ook wel, kijken. Uiteindelijk kom je dus uit bij altijd diezelfde keuze tussen vrijheid en veiligheid. Ofwel kies je voor veiligheid en dan zorg je ervoor dat je geen risico's neemt. Lekker veilig dus. Ofwel heb je meer vrijheid en beleef je meer dingen, maar loop je natuurlijk ook een groter risico. Het komt erop aan om een evenwicht te vinden tussen die twee. Beide extremen zijn eigenlijk heel gevaarlijk. Daarom maken we ons iets meer zorgen dan objectief nodig is. Zelfs als er meer reden is om ons te verheugen, om kansen te zien in de wereld om ons heen, dan zien we toch of zijn we toch geneigd om eerder de negatieve dingen en de risico's ervan te zien. Vind jij dit herkenbaar? Bijvoorbeeld als je volgend jaar een keuze moet maken voor een nieuwe studierichting of wat je gaat doen met je leven. Het zou ook een verklaring kunnen zijn voor het geloof. Geloof is namelijk stressverminderend. Dat is bescherming, toch? Geluk afdwingen als je bijvoorbeeld een geluksbrenger draagt of je klopt 3 keer op een houtje of je brandt een kaarsje in een kerk. Heel vaak probeer je op die manier het denkbeeldige risico, de onzekerheid van jouw bestaan, om daar toch greep op te krijgen. Toeval in geschiedenis. Wat ik mij afvraag is of het toeval vroeger in het verleden groter of kleiner was dan vandaag. Is er vandaag in onze levens meer sprake van toeval dan iemand in de middeleeuwen? Wat je kan vaststellen is dat de wereld toch complexer geworden is. Dat er meer mobiliteit is vandaag en dus veel meer mogelijkheden daardoor. Denk aan de technologie waarmee je contact hebt met de hele wereld en kan reizen. En eigenlijk kan ik nu overal op aarde zou ik kunnen wonen. Dat was voor zo'n middeleeuwer niet mogelijk. En dus zijn onze mogelijkheden groter en dus misschien ook wel het toeval dan. Van waar kom ik terecht? De sociale mobiliteit is bijvoorbeeld ook groter. Er kan meer met ons gebeuren.
Het leven is onvoorspelbaarder. Vroeger leefden mensen vrij cyclisch, simpeler, op een boerderij, in een klein dorpje. En ze wisten eigenlijk wel van, dit is mijn leven. En over 40 jaar, dan ben ik ouder en dan woon ik hier nog altijd. En dan zorgen mijn kinderen verder voor de boerderij. Maar je wist eigenlijk over 40 jaar wat je ongeveer zou doen. Dat kon natuurlijk wel nog dingen gebeuren, maar het leven was in die zin voorspelbaarder. Vandaag zijn de mogelijkheden veel groter en heb je eigenlijk geen idee. Je doet een job of een studierichting en je weet eigenlijk niet wat ben ik over een jaar aan het doen of wat ben ik over 3 jaar aan het doen. Is deze job er dan nog wel? Je zou het ook helemaal kunnen omdraaien. En dat is eigenlijk een beetje het idee van Decline of the Miraculous. Weten jullie nog uit de les? Vroeger was het leven misschien echter, onvoorspelbaarder. We hebben in de geschiedenis onze maatschappij door technologie en het ontstaan van de lopende band heel erg voorspelbaar en gestandardiseerd gemaakt. Al onze producten, vandaag worden die niet meer door één persoon gemaakt. Hè? Eén persoon die zelf iets bedenkt, hoe hij of zij dat in elkaar gaat zetten. Nee, dat is op grote schaal, in grote massa, allemaal hetzelfde. Hè? Allemaal dezelfde kleding, allemaal hetzelfde eten, allemaal dezelfde ijskasten, meubelen van IKEA. Herinner je nog de lessen ook over Heidegger? Dat alles is een bestand geworden, een pakketje. En dus heel erg voorspelbaar. Als jij naar de IKEA gaat en je koopt dat kastje, ja, dan weet je precies wat daarin zit en wat je krijgt. Vroeger in de geschiedenis moest het allemaal veel improviserender en waren mensen zelf een heel proces aan het doen van nadenken van hoe ga ik dit hier in elkaar zetten. En je kreeg iets heel unieks eigenlijk. Alles was anders en iedereen deed alles anders. Vandaag maken machines alles en daardoor is alles ook hetzelfde. En dus hebben we ook heel onze wereld eigenlijk heel erg voorspelbaar gemaakt. In de geschiedenis kon je oorlog hebben ineens, of dat kon uitbreken, of er kon een misoogst zijn, of een epidemie, een ziekte kon voorbij trekken en je was ineens dood. Dat zijn toch dingen die vandaag zekerder zijn of die we meer kunnen voorspellen. Of waar we alleszins meer greep op hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat het toeval misschien juist kleiner is daardoor dan in het verleden. Ja. Jongens en meisjes, er zijn twee soorten van toeval. Het eerste soort toeval is als we ergens geen regel in kunnen ontdekken. Als niemand het gepland heeft. Bijvoorbeeld regendruppels op een raam. Daarvan kunnen we zeggen, ja, dat is toeval. Daar zit geen orde in. Of melk, een wolk melk die zich verspreidt in een kopje met koffie. Dat is toevallig. Dat is altijd anders. Dat is uniek. Je zou het ook niet op dezelfde manier kunnen herhalen. Een andere vorm van toeval is als er sprake is van een samenloop van omstandigheden. Die eigenlijk onbedoeld is, waar niemand op uit was. Je had dat niet zien aankomen. Maar wij ontdekken er of ervaren er wel een zekere zin in. Je denkt aan iemand en ineens belt die persoon en denkt van god, dat is ook toevallig. Ik zat net aan die persoon te denken en op dat moment belt hij.
wij zien er een soort verhaal in van, zou er een soort link, een soort connectie tussen ons zijn, waardoor dat die persoon net belt terwijl ik aan hem of haar zit te denken. Dus het is een opvallende gebeurtenis die niet door het gewone leven verklaard kan worden. Toeval is een gebrek aan kennis. Als je iets verklaart, dat is eigenlijk iets heel ingewikkelds, reduceren en er een bepaalde structuur in zien. Dat is eigenlijk wat je doet als je iets begrijpt. En als je het niet begrijpt, als je er geen structuur in ziet, dan is het toeval. Dan ervaren we dat als toeval. Een voorbeeld, stel je voor dat er een man over straat loopt en er is redelijk slecht weer, het stormt een beetje. En die man die loopt voorbij een bouwwerf. En daar zijn bouwvakkers met een hijskraan een grote palet met stenen aan het ophijsen. En die man die loopt daar net op dat moment voorbij. En boven zijn hoofd hangen die stenen en die schommelen zo'n beetje. En er komt één zo'n steen komt los. En die valt naar beneden, terwijl die man daaronder doorloopt. Maar aan de overkant van de straat loopt een goede vriend van die man. En die zegt net op dat moment zijn naam, waardoor die man net zijn hoofd draait. En die steen net rakelings langs zijn hoofd op de grond valt. Kijk, zo'n gebeurtenis. Als je de vraag stelt van hoeveel toeval zit daar eigenlijk in? Al die verschillende dingen. Hè? Dat die man net daar liep. Dat er net ook een storm is. Hè? Dat die bouwvakkers niet goed opletten eigenlijk. En hè, dat die stenen loszitten. Dat die vriend daar aan de overkant van de straat toevallig voorbij komt. Hè? En zijn naam roept en hij dat ook hoort. Want ja, voor hetzelfde geld was er net ook een auto gepasseerd. En had hij het niet gehoord door die voorbijrijdende auto of zo. Dus er hadden hier duizenden mogelijkheden eigenlijk geweest. Hè? En het is dus moeilijk om daar helemaal greep op te krijgen. Je zit iedere keer met die vraag van wat als dit, wat als dat. Hè? Stel dat die man was bijvoorbeeld een klein beetje afgeleid ook, want waarom zag hij niet dat die stenen daar boven zijn hoofd hingen? Man was een beetje afgeleid omdat zijn vrouw die dag net bevallen was van een kindje. Hè? En dat is dan ook weer een resultaat van wat er 9 maanden daarvoor gebeurd is. Dus als je zo de hele tijd verder gaat, hè, wat er allemaal voor nodig is om die ene situatie zo te creëren. Een laag drukgebied boven de Atlantische Oceaan, waardoor het ook stormt en die hijskraan een beetje draait. Hè. Je krijgt een oneindige reeks aan oorzaken en gevolgen. En er zitten enorm veel details in. En dus daardoor is het voor ons onmogelijk om dit te voorspellen. We hadden dat nooit kunnen voorspellen dat het precies zo zou gegaan zijn. Hè. En dus hier is eigenlijk wel een beetje een link ook met kansspelen, met gezelschapsspelletjes. He, want wat je ziet is dat een gezelschapsspelletje eigenlijk een vereenvoudigd model is van het leven, he, van zo'n situatie. Je reduceert het eigenlijk tot een paar bewegingen en je maakt het eenvoudiger in zo'n spelletje. He. En dus begin je toch te zien ook dat het leven eigenlijk een gigantisch gezelschapsspel is op die manier. Alleen een ontzettend ingewikkeld gezelschapsspel met eindeloze duizenden verschillende mogelijkheden en variaties. Het leven is eigenlijk een soort roulettewiel. Alleen bij een roulettewiel heb je het heel eenvoudig gemaakt. Goed, en dan is er ook nog de wet van de grote getallen. Hoe vaker je iets doet, hoe groter de kans dat je prijzen hebt. Bijvoorbeeld de lotto.
bijna elke week is er wel een winnaar. Iemand die 6 getallen helemaal juist heeft. Dat is toch eigenlijk iets heel bizars. De kans is 1 op 140 miljoen. Het is trouwens 14 maal kleiner dan de kans dat je door bliksem getroffen wordt. De enigste verklaring daarvoor, hoe komt het dat je elke week een winnaar hebt die 6 getallen juist heeft, is omdat er ontzettend veel mensen meespelen. En dus door het groot aantal spelers zit er altijd wel 1 iemand bij die natuurlijk al die getallen juist heeft. Een heel mooi voorbeeld is, soms worden er bijvoorbeeld kalfjes geboren met 2 hoofden, 2 kopjes. En dat is een misgeboorte die we vaak verklaren eigenlijk door milieuvervuiling, door allerlei andere oorzaken. De kans dat gebeurt is ongeveer 1 op 10 miljoen. Maar als je natuurlijk beseft dat er in Duitsland elk jaar 4 miljoen kalveren geboren worden, dan is het niet zo vreemd dat er natuurlijk af en toe zo'n kalfje bij zit. En dan denken wij van, god, dat is ongelooflijk toeval. Maar eigenlijk is het best wel logisch. Het opgooien van een munt is de allereenvoudigste vorm van een kansspel. Je hebt 2 mogelijkheden, toch? Kop of munt. En je gooit je muntje en ofwel is het kop, ofwel is het munt. Het draait door de lucht en het is eigenlijk nauwelijks te voorspellen wat het resultaat gaat zijn. Nu, als je dat doet, als je een muntje neemt en je begint dat op te gooien en je kijkt, heb ik kop of heb ik munt? Als je dat genoeg doet, dus echt wel een paar 100 keer, dan ga je merken dat het resultaat 50-50 is. Dus dat je na genoeg worpen ongeveer evenveel keer kop gooit dan munt. En dat is de wet van de waarschijnlijkheid. Als er 2 even waarschijnlijke mogelijkheden zijn, dan zorgt eigenlijk het toeval ervoor dat het in evenwicht komt eigenlijk. En dat je ongeveer even veel keer het een hebt als het ander. Maar als je dat in een aantal reeksen doet, en als je al bijvoorbeeld 3 keer munt gegooid hebt. Jongens en meisjes, intuïtief hebben wij de neiging om dan te denken van, goh, nu ga ik waarschijnlijk kop gooien. Je voelt dat een klein beetje zo aan, van er zou wel een soort evenwicht moeten komen nu. Ik heb al 3 keer munt gegooid, nu komt er waarschijnlijk kop. En dat is natuurlijk een misleiding, want dat is niet waar. De kans is nog altijd 50-50 dat het munt is of kop. En dat je dus na 3 keer munt gooien gewoon nog een keer munt gooit.